Kinderen die naar de middelbare school gaan, kunnen steeds minder goed fietsen. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland. Vooral kinderen in grote steden hebben problemen met fietsen. Ik kan goed fietsen, dus ik heb geen probleem. En ik heb ook mijn fietsexamen gehaald. Ik heb niet eens een fiets eigenlijk. Ik ga wel met de fiets naar school, maar veel kinderen gaan met de auto naar school, ja. En dat is nu juist het probleem. Veel kinderen worden op de basisschool met de auto naar school gebracht. Maar als ze naar de middelbare school gaan, moeten ze opeens wel met de fiets naar school. Ik ga naar het Ronald Hoss College en ik moet daar elke dag 10 kilometer voor fietsen. Ik ga naar de College de Meer, in Watergrasmeer. En ik ga daar met de fiets naartoe. Ik ga naar Cosmicus, maar ik hoef gelukkig niet met de fiets, omdat ik juist dichterbij woon dan met de racenschool. Ik vind fietsen moeilijk, om het drukke verkeer en zo. Veel scholen hebben het fietsexamen geschrapt. De minister van Verkeer, Melanie Schulz van Hagen, vindt dat alle scholen weer verplicht een verkeersexamen moeten afnemen. Ja, ik vind het wel goed dat het verplicht wordt, want tegenwoordig zijn er veel problemen met de fiets. Veel ongelukken. Ja, ik vind dat het moeilijk, want als kinderen niet kunnen fietsen, dan wat kunnen ze dan later doen? Ik vind dat fiets gewoon net als lopen is. Gewoon iets wat je moet leren. Ik vind gewoon dat ieder kind in Amsterdam gewoon een fiets nodig heeft. Ga jij vanaf volgend jaar ook fietsen naar de middelbare school? Laat je dan horen op de Basta Hive.